Dat scheelt allemaal erg weinig. Je vraagt je natuurlijk af, wat heeft hij nou weer om zijn lijf hangen? Je ziet het vanavond in Power Live. Ik ben namelijk The Zone wezen spelen. En dat weinig gescheeld, want ik was er helemaal niet eens bij geweest vanavond. Van harte welkom bij de laatste aflevering van Power Play in dit seizoen. Maar niet over... Er staat iemand nog te schieten, jongens. Levensgevaarlijk hier. Niets is over voor het voorbij is, zoals ik al zei. De komende 25 minuten hebben we een paar goede tips en veel nieuws. En omdat het vanavond de bijzondere aflevering is, ditmaal een bijzonder secret over Sonic 2. We beginnen de show echter met Power News. Power News met de nieuwe Turtles voor de Super NES. Teenage Mutant Hero Turtles 4. Je kan me kiezen uit onze vier vrienden en goede bekenden als April en Shredder zijn ook van de partij. Heel belangrijk is dat er meer mogelijkheden zijn, zoals die koprol die je net zag. Er zijn verder vaten die je kan laten ontploffen door er tegenaan te slaan. Ook diverse eindbazen maken het leven van de Turtles in meer of mindere mate moeilijk, zoals Baxter met de grote hand. Hem moet je verslaan om naar het volgende level te komen. Nieuw is dat je kan kiezen uit twee verschillende soorten graphics, Animation Mode en Color Mode met verschillende kleuren. Terwijl de vriendjes Mick en Mac ook flink wat hamburgers naar binnen aan het werken zijn, raken ze verstrikt in een stripverhaal dat ze net lezen op dat moment. Zo begint het nieuwste avontuur op de Mega Drive, Mick en Mac as the Global Gladiators. Je kan kiezen uit Mick of Mac en je wordt dan een Global Gladiator. De tocht voert door een moeras, een bos, een fabrieksterrein en de Noordpool. En het duo slaakt onder het lopen grappige kreten. Hun wapen is een soort geweer dat een vieze smurrie uitspuugt. Als je doodgaat naar dit bordje met het pijltje, dan begint het spel weer op deze plaats. Tijdens de bonusronde moet Mick of Mac een glasbak, papierbak en een blikbak vullen met afval dat uit de lucht komt vallen. Zo nu en dan zit er ook een aanbeeld tussen en dan ben je er geweest. Ook als je in een afgrond stort, dan zie je sterretjes en vogeltjes en dan mag je het opnieuw proberen. Mickey Mouse weet van geen ophouden. Voor de Super NES is er nu Mickey's Magical Quest. Waar gaat het om? Pluto is weg, ontvoerd door Emperor Pete, bij ons bekend als Boris Boef, en aan jou de taak om hem terug te halen. Daartoe moet je flink wat werk verzetten. Je kunt muntjes verzamelen en, zoals hier, punten. In principe kan je alles waar je op springt pakken of je schiet het weg en gebruikt ze, net als bij Mario, als een Koopa. Met de munten kun je in winkels zoals deze terecht. Er zijn heel wat verrassende levels. Ben je wat verder in het spel, dan kun je als je dat wilt van kleding veranderen. Hier springen we over de kikkers. Je past natuurlijk op voor natte voeten. Maar als je hier aan trekt, dan komt er wat tevoorschijn. Dit is de eindbaas van het eerste veld. Je kunt eindbazen verslaan door ze met blokjes te bekogelen of door op hun kop te springen. Ik had het net over omkleden. Dat gebeurt in dit fragment als Mickey een ander pak krijgt. Ooit zijn ze begonnen als een parodie op de Ninja Turtles. Eerst op de Game Boy en nu leiden de Battletoads ook hun eigen leven op de Mega Drive. Niet verwonderlijk, want dit spel is meer dan de moeite waard. De Dark Queen heeft je kikkervrienden Pimple en Angelica ontvoerd en ja hoor, jij moet ze weer bevrijden. Al spelend leer je steeds meer technieken die nodig zijn om verder te komen. Zo leer je bijvoorbeeld stompen en trappen om die verschrikkelijke Psycho Pigs te verslaan. Van een draak leer je vliegen en vuur spuwen en pak eens een stok op om je tegenstanders op een afstand te houden. Een eindbaas probeert je te beletten om bij de vulkaan te komen. Je zal er toch naartoe moeten, want je zal uiteindelijk moeten afdalen in de krater. Eenmaal in de krater slinger je de vleesetende planten van hun rots en onderweg eet je je favoriete voedsel. Je bent een kikker, vergeet dat niet. En je eet dus insecten. Die veren die gebruik je om de raven van je af te houden. Er komen steeds meer CDI-spellen op de markt en dus besteden wij er in Powerplay ook regelmatig aandacht aan. Vandaag is het CD Shoot. Kleiduif schieten in alle mogelijke varianten, maar dan wel lekker thuis op de bank. Je kunt kiezen uit verschillende onderdelen, zo is er Sporting, Ball Trap, Olympic Trap en English Skeet. In oplopende moeilijkheidsgraad uiteraard. Grafisch is het allemaal perfect voor elkaar, zoals altijd bij CDI. En het geluid is zo goed dat je werkelijk denkt dat ze in je kamer staan te knallen. Het draagt in ieder geval allemaal bij tot een verhoging van de sfeer.
Waar het bij dit spel voornamelijk op aankomt zijn je reflexen, het schietmoment en je zuiverheid van richten. Om al deze elementen goed te kunnen coördineren moet je flink oefenen. CD Shoot is zeker een mooi en fijn spel en je kunt het met maximaal 5 mensen tegelijk spelen. Wahoo! Dit is Zelda 3. Vorige week zag je al iets van dit recent uitgebrachte spel voor de Super NES. Hier wordt Link's leven aangevuld en dat is maar goed ook, want dat heeft hij hard nodig voor de power tip. Laten we eens even gaan kijken welke items we beschikbaar hebben. Hier zien we de boog. Dan de boomerang. Verder een heel handig hookshot. En de ijsstaf. En de vuurstaf. En dan het Bombo's Medallion. Daarmee kan je alles in je buurt opblazen en vernietigen. Verder bestaan er winkels waar je allerlei dingen kunt kopen, zoals onder andere een levensdrank. Maar daar hebben we flesjes voor nodig, waarvan er 4 zijn. En hoe komen we nou aan dat 4e flesje? Je moet hier eerst in het 4e kasteel de Titaansmid halen. Een handschoen waarmee je zware stenen kunt optillen en wegslingeren. In de Dark World, boven het huisje waar je het spel met de pijlen kunt spelen, daar zie je een vreemde kikker achter een rotsblok. Met de tweede handschoen tillen we die op en gooien hem weg. Dat kikkertje neem je mee naar het huis van de smid. Als je dat namelijk niet doet en je gaat het huis van de smid in de Dark World binnen, dan staat het kistje dat je nodig hebt er niet. Je spiegelt even terug en kijk, de kikker lijkt nu als 2 druppels water op de smid. Je neemt hem mee en bedankt hem. Link moet terug naar de Dark World en spiegelt terug. In het huisje van de smid tref je nu wel het belangrijke kistje aan. Je krijgt het in eerste instantie niet open. Wat nu? Nou, je neemt het mee op sleeptouw. Maar ga niet rennen of springen, want zo raak je het kwijt. Loop op normale snelheid en gebruik de trap waar dat nodig is. Zo blijft het kistje trouw bij je. Loop op deze manier door naar het begin van de woestijn. Zorg ervoor dat je niet doodgaat, want dan ben je het kistje alsnog kwijt. Loop verder naar het begin van de woestijn. We zijn nog in de Dark World en we moeten dus spiegelen naar de Light World. Hier zit een vreemd mannetje naast een bord, de Middle-Aged Man. Die maakt het kistje voor je open en daar heb je dan het 4e flesje. Je kunt nu 4 maal je leven aanvullen zonder dat je daarvoor een level uit moet. Wie benieuwd is of Mario en Yoshi nog steeds zo hoog scoren in de top 10, moeten we even goed opletten. Hier komt namelijk de Power Choice van deze week. Het lekkere schietspel Gradius 2 voor de Game Boy is vandaag nieuw op nummer 10. Kevin McAllister in het spel Home Alone van Master System houdt het voor gezien. Hij zakt naar de 9e plek, dat ziet er dus niet goed voor hem uit. En die arme jongen had het al zo zwaar. Beter nieuws valt er gelukkig te melden voor Castlevania 2. Deze Game Boy hit komt nieuw binnen op nummer 8. Ook nieuw, maar met net iets meer snelheid, stuift Roadrunner deze week de top 10 winnen op plaats 7. Op 6 vinden we, net zoals de vorige week, Battle Clash voor de Super NES. En Mario en Yoshi zijn samen aan de terugweg begonnen. Dit heerlijke spel voor de Game Boy zakt een aantal plaatsen, deze week op 5. Mickey's Magical Quest op de Super NES zit nog steeds in de lift. Zijn speurtocht naar Pluto en Boris Boef leidt hem voorlopig naar plaats nummer 4. En ook Terminator 2 weet niet van ophouden. En wie had het anders verwacht van deze onverschrokken held van de Mega Drive? Hij gaat deze week van de 5e naar de 3e plaats. Op 2, Mickey Mouse 2. En ook dit spel voor het Master System is wat gestegen. En wie goed heeft opgelet, kan het al weten. Jawel, het is Wally de Walrus in de New Zealand Story op het Master System toch nog gelukt. Zijn jacht op de kiwis heeft de New Zealand Story alsnog op de 1e plaats van onze top 10 gebracht. Powerplay, Powerscore en natuurlijk vandaag ook weer 2 kandidaten in de studio, waarvan we er 1 straks zullen vaporiseren. Dus kijk maar eens goed, straks kan het misschien niet meer. Hier aan de linkerkant staat Jan Willem. Welkom in de studio. Dankjewel. Ben je een beetje een game freak? Dankjewel, ja. Een beetje wel. Nou ja, redelijk aan. Redelijk, speel je heel veel? Of, Ja, best veel. Moet je ouders je echt achter de computer vandaan slaan? Of, Ja, zo'n beetje wel, ja. Toch een beetje wel. Ja. Wat zijn je favoriete games? Vechtspel. Heel goed, oké, nee, perfect. Aan de andere kant staat Marco. Marco, jij ook van harte welkom in de studio. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ga naar school. Je gaat naar school? Ja. Welke school doe je? HVMBO. Marco, ik wens je veel succes. Hartstikke bedankt. Jij ook, Jan Willem. Ik zou zeggen, neem plaats in jullie modules.
Ze gaan vandaag spelen Street Fighter 2 Attack Level 7. En degene die twee rondes overwint, die is de winnaar, de verliezer. Het verhaal is bekend. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja. Mooi, dan gaan we aftellen. 5, 4, 3, 2, 1, start. Klap uit te delen, Jan Willem. Jeetje, man. Waar heb je mee geslagen? Veenhoven. Ja, dat was echt nep, ja. Hè? Ja. Alsjeblieft, je krijgt van mijn abonnement op het meest veelzijdige spellenblad van Nederland. Gefeliciteerd ermee. Die krijgt uiteraard je compaan ook. Die sturen we nogal na, ook in opgesplitste deeltjes. En natuurlijk de Powerplay card. Daarvoor kan je uitkiezen een spel naar keuze. Ja. Welk spel gaat het worden? Final Fight, denk ik. Final Fight. Ja. Jij blijft gewoon vechten? Ja, blijf vechten. Ja, ja. Maar als het er echt op aankomt, dan lossen we het verbaal op, hè? Want ja, zo wordt het. En dan nog even het powerplay credo. Dat is, een echte freak kent geen paniek. Precies! Ja. Papa. Eindelijk, het is zover. Het secret waar jullie allemaal op zaten te wachten, komt eraan. De level select voor Sonic 2 op de Mega Drive. Cue Dekker en Zoom. Ga naar het optiescherm en kies voor Sound Test. Selecteer achtereenvolgens de volgende vier geluiden. 19. 65. En 9. En als laatste 17. Vergeet niet na elk geselecteerd getal op C te drukken. En als je alles goed hebt gedaan, hoor je het belletje. Druk op start en houd de A-knop ingedrukt. Als Sonic en Tails in beeld komen, druk je weer op start. En je kunt zelf kiezen waar het spel begint. En dan nu mooie prijzen en nieuwe kansen. Kijk naar het nieuwe videogamefragment. Schrijf je antwoord op een briefkaart en adresseer die aan Tros Powerplay. Postbus 8000 1201 BA in Hilversum. Op Tros Teletext, pagina 351, kun je na afloop van het programma het een en ander nog eens rustig teruglezen. Tros Teletext, pagina 351. Amigos, horizontales hombres, hij is er weer uit. De eerste powerplay van het nieuwe jaar. Ik vertrek zo direct razendsnel naar Las Vegas in Amerika. Dan gaan we voor je rondkijken op een van de grootste beurzen op het gebied van consumentenelektronica. We hebben onder andere Nintendo en Sega geweldige stands met de allernieuwste spelletjes, spelcomputers en nog veel meer natuurlijk. Maar daarover de volgende week meer. Vergeet het niet, same time, same place, Tros TV2. En weer met meer nieuws en meer tips. Heb je nog vragen? Zou je graag als powerplayer in het programma komen? Schrijf ons dan op het bekende adres, Tros Powerplay, Postbus 8000 1201 BA Hilversum. Speel ze en tot volgende week.